Gileanne van Velzen, proficiat met je wedstrijd. Het was je eerste wedstrijd sinds je hier bent. Drie dagen dat je bent toegekomen. Hoe was het voor jou? Ja, het was een hele leuke wedstrijd. Vooral de supporters hebben ons echt gesteund. Ik denk dat het echt ook een moeilijke wedstrijd was. Vooral met het team een beetje verdedigend speelde en op de counter speelde. Dus het was echt gewoon een nieuwe uitdaging. En ik ben echt blij dat we hebben gewonnen, de 3 punten. Hey. Ik zou zeggen, welkom in de Belgische tweede klasse, want zo gaan we nog wel een aantal wedstrijden krijgen, denk ik. Een terugplooiende tegenstander, wij die moeten komen. Maar met jouw snelheid en jouw acties, het kan nog wel goed van pas komen. Ja, ik doe gewoon altijd mijn best. Ik doe gewoon mijn best voor het team. Ik speel altijd voor het team en als het iets lukt, dan ben ik blij. Zo niet, dan werk ik gewoon voor het team. Ik doe alles voor het team. Ik ben een teamspeler. Ja, heb je Warren Joyce al gehoord? Nee, nog niet. Ik heb hem nog niet gesproken. Oké, maar die zal ook wel zijn reactie klaar hebben voor jou. Deze volgende zondag, zaterdag bedoel ik, is het thuis tegen Lommel. Dat wordt een soort topper op de Bosuil. Wat verwacht je daarvan? Ja, ook weer een moeilijke wedstrijd. Elke wedstrijd moeten we er staan en ik hoop dat we gewoon die wedstrijd kunnen winnen. En weer 3 punten kunnen pakken.